Dit gaat over liefde, over wereldwijde klimaatverandering enzovoort. Liefde in tijden van wereldwijde klimaatverandering, echt waar. Het zit zo. Wanneer je in Bangalore, India belandt, schrik je een ongeluk van het kabaal, het vuil, het getoeter, de stank die je niet kan thuisbrengen, de overbevolking, het totale gevoel van ontheemding. Je bent op de meest vernielde en grimmigste plek ter wereld. Maar je kent het nog niet. Nee, en dan het hotel. Over het hotel later. Nu vlucht je het hotel uit. De straat op. Want wat wil je? Het is een Indiaas hotel. Het is nacht. De straten zijn niet verlicht. Een stang die je niet kan thuisbrengen, vermorzelt je. Het is de absolute grimmigheid van die plek. Alsof je op een andere planeet beland bent. Je wordt er misselijk van. Je loopt door het donker, door de drukte ergens naartoe. En door het kabaal, door het verkeer. Het is de chaos die je schrik aanjaagt. En waar je terechtkomt, is een slum. En ze zeiden je voordat je naar India vertrok, dat waar je niet naartoe moet gaan, een slum is. En nu ben je daar. Ze zeiden je dat je vooral niet naar een slum moest gaan. Een slum na zonsondergang. En nu ben je daar, precies op middernacht. Dit was het begin van Liefde in tijden van wereldwijde klimaatverandering van Jozef Panik. Ik heb het boek vertaald. Hoe komt iemand erop om Tsjechische literatuur te vertalen? Ten eerste hou ik van lezen. Ik vind het geweldig om in een andere wereld te duiken en bovendien vind ik dat we veel kunnen leren van boeken. Niet alleen van non-fictie, maar ook van romans. Waarom Tsjechisch? Ik heb aan de Universiteit Gent slavistiek gestudeerd, omdat ik zo gefascineerd was door de stad Praag, heb ik voor Tsjechisch als tweede taal gekozen. De titel intrigeerde mij direct. Ik klonk heel actueel en ik ga eerlijk zijn, het was niet het dikste boek. Ik wilde bescheiden beginnen, dus dat was ook een reden om het boek te kiezen. Na het boek gelezen te hebben, zet ik mij aan het vertalen in mijn vrije tijd. Elke maand vertelde ik ongeveer een 20-tal pagina's. Ik stuurde die door naar Edgar en hij gaf dan feedback. Ik gebruikte zijn feedback om mijn tekst te verbeteren. Het was bemoedigend om te zien dat het mij steeds beter lukte om vlot te vertalen. In het begin heb je altijd de neiging om te dicht bij de tekst, de brontekst te blijven, maar je moet daarvan loskomen om een leesbare vertaling te krijgen. Ondanks het feit dat het geen dik boek was, was het toch een uitdaging. Het taalgebruik is apart, er komen gigantisch lange zinnen voor, met veel komma's die hele pagina's bestrijken. De tekst zit vol anglicisme. Het verhaal komt over als een oneindige monoloog, een soort stream of consciousness. Het was dus geen sinecure om de eigenheid van de taal naar het Nederlands over te brengen, maar ik denk dat het mij gelukt is. De klimaatverandering in de titel staat symbool voor ons huidig tijdperk. Er komen daarnaast heel wat andere actuele thema's aan bod, zoals globalisering, cultuurschok en racisme. Jozef Panik is een wetenschapper die de hele wereld rondgereisd heeft en die ervaringen heeft hij verwerkt in het verhaal. Het is dus deels autobiografisch. Het hoofdpersonage Tomáš reist voor een internationale conferentie naar Bangalore in India. Daar aangekomen ondergaat hij een complete cultuurschok. Dit doet hem nadenken over zijn verleden en confronteert hem met zijn eigen vooroordelen. Op de conferentie ontmoet hij een jonge Indiaanse vrouw. Ze maken van nabij kennis met elkaar en ze delen verhalen. Hij over zijn leven als wetenschapper in Tsjechië, zijn Colombiaanse ex-vrouw, zijn reis naar IJsland als jonge student. Zij over de moeilijke relatie met haar familie, haar werk in New York en het leven als vrouw in India. Ik hoop nu om de vertaling te kunnen uitgeven. Ik ben een leesrapport aan het schrijven om aan verschillende uitgeverijen te verzorgen. En hopelijk ligt mijn vertaling in de toekomst in de boekhandel. Bedankt voor jullie aandacht.